Het gevaarte waar u tegenaan kijkt weegt 110.000 kilo. Het is de helft van een zogenaamde fractioneerkolom. Dat is een installatie die bij het destilleren van aardolie nodig is. Van de machinefabriek in Breda waar hij gebouwd werd, is hij kort geleden vervoerd naar de olieraffinaderij van de BPM bij Pernis. Een drijvende bok nam de reus van 22 meter lengte aan één kant in zijn machtige greep. Zodra hij de fabriekshal had verlaten, nam een kraan op de wal hem aan de andere kant op. Samen lieten ze het stalen monster langzaam tussen de schotsen in het water zakken. Met behulp van een ijsbreker, twee sleepboten en de drijvende bok werd de kolom versleept. De bok hield hem tijdens de vaart door de Brabantse waterwegen gelicht, ten einde de diepgang van het achterstuk te verminderen. Deze opnamen maakten wij bij Terheiden toen de sleep het Wilhelmina-kanaal bereikte. Het gehele transport naar Pernis duurde bijna 24 uur.